Welkom weer bij een nieuwe video. Als je denkt, wow, wat zie jij eruit? Ja, ik heb nog geen make-up op, want dat was ik eigenlijk van plan om nu te gaan doen. Maar ik dacht, ja, ik heb eigenlijk wel zin om iets te vertellen aan jullie. Dus ik ga er dingen bij vertellen, want ik heb ook iets te vertellen. Ik weet eindelijk wat ik met mijn toekomst wil gaan doen. Ik heb echt enorm lang getwijfeld, al sinds de eerste. Oké, ik ga ondertussen mijn make-up doen, want dat is wel de bedoeling eigenlijk. In de eerste, toen wilde ik graag mijn eigen beauty salon. En dan wilde ik gewoon mensen, zeg maar, een beautybehandeling geven. Ik wilde mensen een beautybehandeling geven. En ik wilde mijn eigen beautyproducten maken, omdat ik daar in de eerste heel erg mee bezig was. Nu vind ik dat nog steeds leuk om te doen. En ook mensen behandeling geven. Maar ik denk niet dat ik dat mijn hele leven ga doen. En ook niet als fulltime baan. Dus ik vind dat leuk om af en toe te doen bij een ander. Bijvoorbeeld bij mijn moeder. Of gewoon dingetjes maken. Wat ik dus laatst voor een winactie heb gedaan. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar niet voor elke dag en niet mijn hele leven lang. Dus dat wist ik dus nog niet echt helemaal wat ik toen wilde doen. En in het tweede was dat plan eigenlijk nog steeds wel mijn plan. Maar toen kwam er ook bij om in de lunchwinkel te gaan werken. Maar ja, dat kan ook niet het hele leven. Dat wilde ik meer dan als bijbaantje doen. Uiteindelijk in de derde of zo. Ja, in de derde, dit jaar dus. Of vorig jaar eigenlijk, gaan we naar de vierde. Ben ik eigenlijk helemaal van plan veranderd. Ik wilde juf worden. Nog steeds lijkt me dat heel erg leuk om dingen uit te leggen en gewoon nakijken. Dat vind ik zo leuk. En ja, toch wel de orde houden en gewoon het hele juf zijn. Alleen, ik vind het wel leuk, maar ik denk dat ik aan heel veel kinderen me irriteer. Want ik ben al zo'n persoon die echt lievelingetjes heeft. En mensen die ik niet mag. En dat is niet echt het verstandige voor een juf. Dat was het ook niet helemaal. Dan had ik een volgend plan. En dat is eigenlijk om actrice te worden. En dat wil ik eigenlijk het liefst al mijn hele leven. Ook met toen ik visagiste wil worden en zo. Visagiste wil ik trouwens ook worden. Maar goed. Eigenlijk wil ik al mijn hele leven lang echt actrice worden. Want toen ik 6 was, heb ik voor het eerst in een serie gespeeld. Abby, misschien ken je het, op KRO Kindertijd. En ik heb daarin gespeeld. En ook in Abby 2. En daartussendoor nog Juliana. Ik vond het zo leuk. En laatst nog brugklas. Ik vind het super leuk. En nu ik weer brugklas heb gedaan, dan denk ik echt van, dit is echt wat ik wil. Ik vind het echt ontzettend leuk. En ik doe dit mijn hele leven al. En ik ben er. Ik weet hoe die dingen gaan en zo. Dus ik wil hier echt gewoon een werk van maken. En ik wil later een internationaal actrice worden. Dat lijkt me echt fantastisch en geweldig. Maar ja, toen had ik de laatste weken, sinds ik dat zomaar door heb wat ik wil worden, wat ik echt wil worden. Die laatste weken denk ik van ja, maar of dacht ik van, maar ja, hoe moet je de toneelschool doen? Ik bedoel, ik ben er nu wel zeg maar een klein stukje in. Met dat Abby heb ik gedaan. Ik heb best wel behoorlijk veel dingen voor mijn leeftijd op mijn cv. Maar ja, je moet maar wachten voordat je uitgekozen wordt. Je kan wel als je. Het mooiste is als je de toneelschool hebt gedaan. Omdat je dan echt gewoon opgeleid bent tot actrice in mijn geval. Dat is super. Dat is gewoon super goed. Maar omdat het zo goed is, als je dat op je cv hebt staan, ik heb de toneelschool afgerond, dat heeft een reden als dat zo goed is. Omdat je er zo moeilijk in komt. Het zijn maar weinig leerlingen per jaar. En hoeveel mensen die daar inschrijven, dat is gewoon superveel. En daarom moeten ze heel streng zijn. En ze zijn ook heel erg streng. En ik denk dat ik niet de discipline heb, ten eerste, om de toneelschool af te ronden. Ondanks dat ik het heel erg leuk vind. Maar ik denk niet dat ik dat strenge aan kan op zich. Maar dat is niet het grootste probleem. Vooral het grootste probleem is dat ik
vooral totaal niet naar inkom. Omdat ik niet zo goed ben als iemand anders. Maar ja, hoe moet je het uitleggen? Het is gewoon heel erg moeilijk om daarin te komen. En ik denk niet dat dat mij gaat lukken. Dus eigenlijk was mijn droom alweer opgegeven. Had ik mijn droom alweer opgegeven voor actrice. Of ik moest gewoon wachten. Dus ondertussen schreef ik me in voor Kemna Casting. En dat is een van de bekendste castingbureaus van Nederland. Daar had ik me dus voor ingeschreven. En er stond opleiding bij. En ik dacht, moet ik nu een middelbare schoolopleiding erbij schrijven of zo? Dus ik keek even de opties. En toen zag ik FAAM. En FAAM met 3 keer A. Daar heb ik wel eens van gehoord. Omdat bij Brugklas Nico Roos en Frits Scholten. Van Brugklas Max en Anouk. Die hebben die opleiding ook gedaan. Of die doen dat of zo. Volgens mij allemaal. En ja. Ik dacht van. Oké, het is dus best wel bekend. Als het ook al bij de 7 opties van Kenna Casting staat. Dus ik ben me daar gistermiddag ben ik me daarin gaan verdiepen. En ik dacht, laat ik gewoon eens even kijken wat FAAM is. Ja, ik ben toen gaan kijken en ik ben erachter gekomen dat het gewoon een acteerschool is. Dus niet zo streng als de toneelschool. En de toneelschool is ook echt op toneel gericht. Nou, toneel wil ik sowieso niet gaan doen. Denk ik, omdat ja, dat ligt gewoon niet echt. Dat is niet echt mijn acteerkant, toneel. Ik vind het veel leuker om voor de camera te werken. En bij FAAM krijg je dus een opleiding om echt acteur voor de camera te worden. En dat vind ik zo leuk. En ik was helemaal blij dat ik eindelijk heb ontdekt wat ik wil gaan doen en waar ik dat wil gaan doen. Dus ik ga nu mijn laatste schooljaar in. En ik ga namelijk nu naar 4 MAVO. En hierna ben ik dus klaar. En ik denk dat ik dus een tussenjaar ga nemen. Eerst wilde ik dus terug naar de HAVO. Maar ik denk dat ik dat toch niet ga doen. Misschien ook wel. Maar omdat ik echt zo graag actrice wil worden. En je de HAVO daar niet voor nodig hebt. Vind ik het misschien overdreven om nog 2 jaar langer op school te zitten. Al die moeite eigenlijk uiteindelijk voor niks. Maar ja, ik weet natuurlijk niet of dat gaat lukken, zeg maar. Met die FAAM-opleiding en zo. Maar wat mijn plan tot nu toe is, dat ik na dit jaar, dus volgend jaar, dat ik een tussenjaar ga nemen en bij de Appie ga werken achter de kassa. En dan gewoon volop een jaar werken, echt heel veel. Dat ik heel veel geld heb na dat jaar. Dat ik mijn studie kan doen. Nou, dingen, bijvoorbeeld een camera kopen. Want ik wil heel graag sparen voor een mooie camera voor mijn video's voor YouTube. Want daar wil ik nog steeds mee doorgaan. Want ja, als je actrice bent, je hebt nooit echt een vaste baan. En mij lijkt het super leuk om, zeg maar, YouTube mij als YouTuber, zeg maar, groter te laten worden. En professioneler, dat ik hier ook gewoon mijn geld mee kan verdienen. En daarnaast acteren, of eigenlijk naast acteren YouTube. Of gewoon beide, omdat ik het allebei super leuk vind. Dus dat is eigenlijk nu ongeveer mijn plan. En daarna gewoon FAAM-opleiding. En dan hoop ik daarna dat ik actrice word. En bekend, dus ja, oké. En weet je, misschien denk je, ja, maar iedereen wil toch ergens. Vroeger wilde iedereen actrice worden, prinses, model. Of toen we wat ouder waren, ongeveer 10 wilde iedereen model worden, actrice. Weet je wel, als je maar beroemd was of zo en al die aandacht kreeg. Maar ik wilde altijd schrijfster worden. En dat, ik vind dat nu nog steeds leuk hoor, om te schrijven. Maar niet voor mijn hele leven lang. Dus ja, dat wil ik er gewoon als hobby bij doen of zo. Maar ja, dat is dus eigenlijk mijn plan. Ik wil gewoon actrice worden en dat wil ik echt heel erg graag. En ik hoop dat het me gaat lukken. Ik hoop dat echt heel erg. En ik ga dus echt proberen. Dat echt te gaan proberen. Dus niet meer alleen maar inschrijven, maar ik wil dus ook echt die opleiding gaan doen. Dus dat is mijn toekomstplan, zeg maar. Ja, dat is wat ik eigenlijk wilde vertellen. Dan heb ik nog meer leuk nieuws. Ik blijf maar gewoon met leuk nieuws. Want waarschijnlijk
heb ik in september een samenwerking, superleuk, met een kledingwebshop. Dus dan krijg ik een verrassingspakket opgestuurd. Superleuk, maar ja, dat is nog allemaal niet heel erg definitief en zeker. Dus daar ga ik ook niet te veel op in. Maar dat is wel echt zo'n teken dat ik niet meer zo'n 300 abonnees heb, weet je wel. Dus dat is superleuk. En gisteren besefte ik me echt dat ik echt zoveel abonnees heb eigenlijk. Gewoon bijna, ja, ik zit nu op de 1497, dus en bijna de 1500. En ik vond het zo leuk en ik besefte me pas echt dat het zoveel is. En dat ik vroeger, nou, ik had dus laatst een video gemaakt waarin ik vertelde dat, nou, dat vroeger eigenlijk allemaal niet heel erg chill was. En dat ik eigenlijk maar één vriendin had en één iemand die mij mocht op de basisschool, zeg maar. En nu heb ik gewoon 1500 mensen, ja, gewoon, die gewoon geabonneerd zijn. Die het leuk vinden om naar mijn video's te kijken. Of gewoon, niet per se mijn video's, maar gewoon al naar mij. Dat is echt, wow, dat is ziek gewoon. En ik vind het zo leuk. Dus echt allemaal zo erg bedankt. En ik liet het eigenlijk altijd maar gaan. En nu zit ik echt van, wow, eigenlijk is het echt gewoon zo raar. Ik voel het echt geweldig gewoon. Ik vind het gewoon echt geweldig. En ik hoop dat ik gewoon groter word. Omdat ik dus hier later misschien ook een deel van mijn werk wil van gaan maken. Omdat ik dit ook heel erg leuk vind. Gewoon video's maken, editen. En ja. Ik vind de hele filmindustrie altijd leuk. Als het maar voor de camera is. Kijk, cameraman of zo. Of regisseur. Dat lijkt me echt helemaal niks. Ja, regisseur wel. Want dan mag jij lekker alles bepalen hoe je het wilt. En dat is heerlijk. Maar ik vind dit echt zo leuk. Omdat ik mijn eigen regisseur ben. Ik mag gewoon alles bepalen over mijn beeld, zeg maar. Ik ben alles tegelijk. Dus camera, vrouw, regisseur, producer. Eigenlijk ook actrice of presentatrice. Allemaal gewoon. En ik vind het zo leuk. Ik hou hier echt van. Ik heb er gewoon na al die 2,5 jaar dat ik dit al aan het doen ben, nog steeds zoveel plezier. En eigenlijk is het plezier alleen maar groter geworden. En dat vind ik echt heel erg leuk om te zien. En ik vind het ook heel erg leuk om te zien dat ik begon. Want 2 jaar geleden in de zomervakantie was ik super blij met mijn 100 abonnees. En dat is natuurlijk ook super leuk als je 100 abonnees hebt gehaald. Maar ja, nu ben ik al 1400 abonnees verder. Dus ik ben nu gewoon eigenlijk 15 keer zo groot als 2 jaar geleden. En dat is best wel veel. En ik hoop echt dat het gewoon alleen nog maar groter wordt. Omdat, ja, wat ik zeg, het is zo leuk. Het is zo leuk. En ik wil hier echt mijn geld van gaan verdienen. En dan actrice. En misschien af en toe een boekje schrijven. Ik denk dat mijn kinderdromen gewoon nagaan. Wat ik eigenlijk niet had verwacht. De afgelopen 3 jaar. Dus dat is eigenlijk allemaal wat ik wilde vertellen. Mijn toekomst. Nou goed, heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren, want daar maak je mij dus echt super blij mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat in de reacties weten wat jullie plannen voor jullie toekomst zijn. En bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!